KermisFM. De Pipa Piemel Show met Roy Blokzijl en Leslie Gersen. Hallo, goedenavond. Dit programma is niet bedoeld voor jonge kinderen. In het teken zetten van hetgeen wat je de hele dag al ziet op de kermis. En ik denk dat je dan al wel weet wat dat is. Het is natuurlijk iets dat roze is, want het teken vandaag is natuurlijk ook roze. Hè? Iedereen mag zijn wie die wilt zijn. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. En daar gaan we natuurlijk op door. Ja, we gaan erop door. Want overal waar je kijkt hier op de kermis zie je piemels. En wij gaan het komende uur daar nog een schepje bovenop doen. Hoe voel jij je als je, piemel ziet wilde ik zeggen, maar ik denk dat... Nee, in die zin, laat ik zeggen, ik ben gelukkig met mijn vriendin. Voor jou misschien. Ja, wel, gewoon een beetje zoals dit achtergrondmuziekje klinkt. Ja, lekker zwoel, toch? Lekker zwoel. Precies. Als eerste gaan we straks even met de dildo ringwerp. Maar zit er ook een beetje een soort Olympische afstand in? Moeten ze het van bijvoorbeeld 5 meter doen of vanuit van 10 meter? Of, is daar een regel voor bedacht? Een paar stappen of zo, toch? Gewoon even 5, 6 stappen zeggen en dan zo even een beetje gooien. Misschien, dat kan toch wel. Ja, ik zou meten in dildo's. Dus 10 dildo's of zo. Daarna gaan we met de kandidaten fotootjes maken. Maar niet zomaar fotootjes, hoor. Nee, dick pics. Maar nu hoor ik je denken, dick pics, dat gaat me iets te ver. Zo bedoelen wij het absoluut niet. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel op de kermis gewoon veel piemels te vinden. Dus je kan wel foto's van piemels maken. Ja, of van Dick Advocaat, van Dick Schoof. Ja, knuffeltjes zijn, of ballonnen in de vorm van een piemel. Ja. Of misschien iemand die Dick heet, je noemde ze al, hele bekende mensen. Iemand die Dick is. Kan ook. Mag ook. Dus verzin het maar. En dan is het laatste spel die wij spelen dan het piemels pimpen. En die hadden we al verteld binnen 3 minuten. Zo mooi mogelijke piemel maken. Dat doen we hier naast de studio op de heuvel. Dus kom vooral kijken als je dat leuk vindt. Dan pak deze ringen vast, deze kokringen. Want ik heb iets heel leuks voor jullie. Misschien bekend, misschien onbekend. Maar Robin... Ik heb hier de Pipa Piemel voor jullie. Ik ga even zo. Oh, kut. Ik doe even nee, niet kut. Lul. 3, 2, 1, gooien. Oh, nou, er gaat er eentje mis. Goed, ik even. Oh. Ja, dus deze. Wil jij beginnen? Ik mag beginnen. Kun je het aan, denk je? Ja, oké, ik ga me voorbereiden. Wat was je tactiek? Heb je een strategie of zo om dit te doen? Nog niet. Ja, intussen gaat ze klaarstaan met die enorme groene ring. En die gaat echt 3 meter erlangs. Die gaat er niet op. Volgende kandidaat, jij bent aan de beurt met een mooie oranje kokring. Zou die erop gaan? Ze gaat klaarstaan, heeft hem in de hand, gooit. En die gaat mis. Die volgende kandidaat, een rode. En die gaat er tegenaan. Ja, die tel ik goed. Hij gaat klaarstaan, gooit. En gooit eroverheen, helaas. Het is 1 ring die erop zit. Want zij gaan een opdracht spelen. En dat is dus dat kandidaten zoveel mogelijk dickpics moeten verzamelen. Ja, ik hoop dat het gaat lukken om zoveel mogelijk dickpics te maken. Ik vind het wel een beetje spannend. Robin, hoe ga jij? Ben je daar ook klaar voor? Ik mag het toch wel hopen, want ik sta bij PKHS, oftewel die Sidechick Events. Dan heb je ook wel een beeld van wat voor soort mensen hier staan. Dus ik gok dat die ook wel wat dickpics kunnen laten zien zometeen. Dus even voor de duidelijkheid van Robin en Lars, het gaat nu dus gebeuren. 1 nummertje, daarna willen we gewoon weten wie de meeste heeft verzameld. En nu ben ik toch onwijs benieuwd, want we hebben net onze verslaggevers een opdracht gegeven. Ja, ik zie echt voor alles voorbij komen. Moby Dick zie ik al. Zo. Laten we eventjes eerst naar Robin gaan. Robin. Wat heb je allemaal verzameld? Goeie hoor, ik had hem helemaal niet. Nou, Moby Dick, Dick Bruna, Dick Schoof, hele grote piemelknuffels, 2 gigantische lullen van gasten, including myself. Maar hoeveel foto's zijn het? Hoeveel zijn het? Ik denk dat we toch minimaal op de 30 zitten. Heb je het klopt? Okay, nou, dan gaan we even naar Lars. We gaan even bij Lars kijken. Lars, kom jij er eens even in. Hoeveel heb jij er verzameld? Jongens, ik heb nog nooit zoveel penissen gezien in wat is het, 3 minuten tijd. We kunnen misschien even kijken, Bas was het toch? Ja, zeker. Kun je eens jouw foto's laten zien, jouw dickpics op jouw telefoon? Want hij pakt nu zijn telefoon uit zijn broekzak. En dan moet je even aan de camera even goed laten zien, zet de helderheid even heel hoog. En laat even jouw dickpics zien anders, die allemaal op jouw telefoon staan. Even kijken, ik zie een hele mooie foto van jou met iemand die de piemelknuffel gewonnen heeft. Zo! Hier nog iemand die 2 kleine sleutellange piemelknuffels heeft. Een bruine en een huidkleurige of een blanke. Hier nog een bruine piemelknuffel met een strikje is dat geloof ik hè? Jij hebt wel je best gedaan in 2 minuten tijd, man. Ik heb heel goed gedaan. Ja, jullie willen per se die attractieplanning hebben. Ik denk dat we dan uitkomen op een foto of 15. Ik denk dat we 15 dickpics hebben wel, toch? Ja, ja, zeker, zeker. Tevreden met de oogst? Ja, sowieso. Ja, nou, maar Lars, luister eens. Wie heeft gewonnen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Precies, dat wilde ik dus net zeggen. Wie heeft er nou gewonnen? Dat moeten we dus nu eventjes gaan bepalen, want ik hoor dus 15 bij Lars. Maar dan ga ik toch even naar Robin schakelen, want Robin, jij hebt dan de meeste! Ja. Yes! Lekker, man! Ja, natuurlijk! Ik ben de man van de meeste lullen, ongelooflijk. Nou, bij Lars zijn er dan treurige gezichten. Ja, nee, ik zit naar die gasten te kijken, die hebben zo hard zitten rennen om dit te doen, maar ja, helaas, we hebben niet gewonnen. Ja, dat is echt diep triest, maar hun hebben sowieso vals gespeeld. Ja, het moet wel, hè? Ja, hun hebben gewoon een knuffel hier ergens op de kermis gewonnen. Bij iedereen gehouden van, joh, hier, kijk eens. En ja, zo hebben hun gewonnen. Ja, wat is jouw eerste reactie? Ja, zeer teleurstellend. We hebben hard gewerkt voor dit, maar het mocht niet baten. Het is bijna een soort voetbalreactie hier, inderdaad. Ja, precies, maar, dat is een zware teleurgestelde gezichten bij deze ploeg, inderdaad. We gaan naar het verslag toe, want ze staan hier naast de studio klaar voor het spel die we in het begin al hadden aangekondigd. En wel het meest grote spel, denk ik. Het piemels pimpen. Ja. Wie ben jij? Ik ben Romee. En jij bent? Ik ben Fenne. Nou, top. En de opdracht is dus heel simpel. Hier staat mijn roze dildo, zeg maar. Ja. En die gaan wij natuurlijk zo mooi mogelijk pimpen. Jazeker. Heb je er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken? Oh, wij winnen wel. Ja, natuurlijk. Oké, nu snel door naar Robin. Robin is kandidaat, hè? Ja. Je gelooft het niet, ik heb 3 kandidaten en die 3 dames komen uit Os en ze heten Linda, Roos en Jessica! Yes! Oké, nu is het denk ik even heel belangrijk. Het niet. Nou, dat klinkt top. Zullen we maar gewoon snel starten? Ja, 3, 2, 1. We zijn begonnen! Go! Ja, en dan gaan we. Ja, ze zijn wel heel creatief, want ze zijn een soort van sperma aan het maken, hè, wat eruit komt aan de bovenkant. Ja. Met welke materialen doe je dat? Leg eens uit hoe dat gaat. Van die slierten, van die gekleurde slierten zijn het. En ik zie je ook zo'n stickervelletje met van die regenboogstickers. Die kunnen we ook erop plakken, toch? Oh ja. Robin, nog 1 minuut. Laat ze sneller lijmen. Laat ze er zoveel mogelijk mooie versiersels op plakken. Ik heb vertrouwen in dat ik ga winnen. Dat staat volgens mij als een paal boven water op dit moment. Er komt steeds meer sperma uit de bovenkant van deze piemel. En jij hebt zelfs gedacht aan ballen. Want er zijn 2 kleine balletjes aan de voorkant van de piemel vastgemaakt. Er is hier een geweldige commentaar bij. Hak toe! Spin on it! Precies. Nou, ze hebben er alle vertrouwen in. En, nog 10 seconden! Ondertussen worden nog allemaal verpakkingen opengemaakt met voorwerpen die erop worden geplakt. Jij plakt een hartje erop. Ja, 7. Moet kunnen toch? Hey. Moet 6, kunnen toch? 5. De laatste 4, seconden zijn ingegaan, jongens. 3. Hartstikke leuk! 2. 1. Klaar! Van de piemel afblijven! Kan de cameraman het goed in beeld houden, jongens? Ja. En nu is de grote vraag, wie heeft gewonnen? Zullen wij kiezen? Dat gaan wij nu kiezen. Dat gaan wij nu kiezen, jongens. Daar komt ie. Ja, ik denk, Roy, wat denk jij? Ik denk toch... Die van Lars, hè? Ja, die van Lars. Ja. Lars, jongen! Ja, Lars heeft gewonnen! High five, jongens. Heel goed gedaan. Wij hebben gewonnen. En terecht, en terecht. Het is roze maandag tot 1 uur bij ons nog op KermisFM. Ja, het is eigenlijk net voorbij, maar wij gaan tot 1 uur nog eventjes door. De grote finale moet nog gespeeld worden van de Pipa Piemel Show. Ja. Want dat is natuurlijk de bedoeling. We hebben een heleboel games gespeeld. Een hele hoop leuke games met ringen gooien naar dildo's. Maar ja, wie wint nou die hele grote piemel? Dat is inderdaad de vraag. En nu is de vraag of Lars is aangekomen op zijn plaats. Lars! Zeker, ik sta klaar bij de attractie met Fenne en Romee. Ja, we kijken uit op een wand met heel veel ballonnen. Dat zijn roze ballonnen, blauwe ballonnen, paarse ballonnen. En de opdracht hier is dus om zoveel mogelijk pijltjes in 1 vlak met 9 ballonnen te gooien. Gaat het lukken? Je mag beginnen. Goed verslag, Lars. De eerste is raak. De eerste is meteen erin, de tweede is ook raak. Tweede rij, of de bovenste rij. De derde gaat er niet in, die gaat vlak erlangs. En ja, dan gaat er weer eentje. En die gaat ernaast. De middelste ballon die is nu ook geraakt. En ja, deze is weer mis. Nog een keertje. En weer een pijltje. En gaat hij erin? Nee, die gaat in het hout naast de ballon. Spannend, dus die is niet raak. Dat meen je niet. Nu is het zo spannend. Wat gaat er nu gebeuren? En... Dames, jullie winnen geen gigantische piemelknuffel. Maar jullie winnen de mooie kleine piemelknuffel. Ja. De mooie kleine piemelknuffel. Ja. Er 2 kleine piemelknuffels vast. Die gaan nu naar Romee en Esmee. En ja, dan wil ik natuurlijk... Ja, heel veel mensen staan te klappen hier inderdaad bij de tent. Ja, eerste reactie natuurlijk. Wat gaat er door je heen? Je hebt een piemelknuffel gewonnen. Kei vet. Wat vind jij ervan? Oh ja, dit wordt de derde van de collectie, dus we zijn aan het groeien. Gaat hij een mooi plekje krijgen thuis? Ja hoor. Ja, wat ga jij daarmee doen? Ik heb er ook al een thuis liggen. Ja, heel mooi. Nou jongens, wat een finale Robin. Te gek.